een vlag onthuld en in de top gehezen. Top Vechtal. Dat vind ik ook wel leuk. Ik zei daar net ook al, ik vind het een heel mooi gekozen naam. Talentontwikkeling Philadelphia. Mm-hmm. En nou, Philadelphia is dan de afzender. Maar de talentontwikkeling, zien dat elk mens talent heeft, wat echt het recht heeft om zich te ontwikkelen en tot ontplooiing te komen. En op die manier ook eigen steentje bij te kunnen dragen aan onze samenleving, hoe je het ook noemt. Op deze prachtige plek. Nou ja, wat wil je nog meer? Volgens mij gaat uw hart hier ook wel sneller van kloppen, of niet? Ja, alles maar vanwege de beestjes, hè, die je nu ook heel goed kunt horen. Ik ben hier ook met mijn kinderen wel wezen voeren op zondag. Hè, dus het geeft heel veel leuke interactie. En ik vind het nou juist zo leuk dat nu daar ook Philadelphia steeds meer zijn thuisbasis van lijkt te maken. Dat het daarmee ook echt een functie krijgt die ook echt wat toevoegt aan onze samenleving, aan ons dorp, aan onze gemeenschap. Daarbij je ook nu ziet dat de natuurboerderij ook zijn deuren opent voor de Noberhuis, dus dat ook gegeten kan worden, dus ook die andere mensen hier komen. En dat er daarmee ook veel logische interactie is tussen mensen van die hier gewoon wonen en mensen die hier werken of cliënt zijn of wat dan ook. Het is echt gewoon een normale ontmoetingsplek geworden. En dat vind ik eigenlijk wel extra gaaf. Ja, ja. Het toppunt van participatie, hè? Het is het toppunt van meedoen. En dus het toppunt van niet van iedereen zijn eigen hokje, maar juist samen normaal zijn. Net zoals je samen kunt voetballen, kun je ook gewoon samen zijn en samen lol maken. Vanaf vandaag heten we eigenlijk Top Vechtdal. Dat is talentontwikkeling Philadelphia. Vandaar ook top. Wij willen eigenlijk heel graag ons zo op deze manier binnen de regio gaan bekendmaken. Dat we hier leren, werken, dagbesteding geven. En mensen zich eigenlijk op deze manier ook kunnen gaan opgeven of in ieder geval ons kunnen gaan vinden. En dan heb je het over deelnemers, over cliënten of heb je het dan over de inwoners van de gemeente Dalfsen? Nou, het is eigenlijk een project eigenlijk voor ons allemaal, natuurlijk. Maar goed, het gaat wel om dat mensen zich kunnen gaan vinden die afstand hebben van de arbeidsmarkt, dagbesteding zoeken, graag hun talent willen gaan ontwikkelen binnen Philadelphia. En daar hebben we diverse locaties, onder andere hier de natuurboerderij. We hebben het leerwerkcentrum die op de Korenstraat staat. De bierbrouwerij waar we samen mee werken, de Rozengaarde waar we samenwerken. En we werken nog samen met de Immekhoeve in Lemelen sinds kort. Pakkende naam. Dat moet makkelijk zijn voor mensen om jullie dan ook te gaan vinden, denk ik zo. Ja, dat is eigenlijk ook de opzet om ons eigenlijk ook te kunnen gaan vinden. Met daarbij eigenlijk alle locaties waar we nu actief zijn. En ook hopen dat we eigenlijk op deze manier ook ons kunnen laten zien waar mensen zich kunnen ontwikkelen met hun talent. En het is mooi als mensen zich eigenlijk op die manier binnen dagbesteding, op een laagdrempelige manier, zijn talent eigenlijk hier kunnen gaan ontwikkelen binnen deze locaties. We gaan dus eigenlijk door middel van training en leerlijnen, willen we eigenlijk het doel voor cliënten gaan behalen. Dus als een cliënt ook vraagt van goh, ik wil heel graag wat in de tuin betekenen, dat we op deze manier ook de leerlijnen uit kunnen zetten en dat mensen ook daarin leren van een heg snoeien of in de dierenverzorging die we hier ook hebben, leren van wat houdt nou dierenverzorging in, maar wat houdt ook eigenlijk het aaien van een dier in. Dus dat we veel meer op die manier aan de slag gaan met de cliënten. Eigenlijk dus van beide kanten participeren in de samenleving. Ja, het is eigenlijk van beide kanten. Want het is ook leuk als kinderen hier ook komen met opa's en oma's. Dat we dan kunnen zeggen zo van nou, we kunnen het ook samen doen. Dus het is niet zo dat het kind hier komt spelen. Maar misschien vindt het kind ook leuk om met de cliënten samen iets te gaan doen. Dus we proberen veel meer ook wisselwerking te zoeken. En vandaar ook Top Vechtdal. Het is niet alleen van Philadelphia, maar het is eigenlijk voor ons allemaal ook weer. Letitia, dit lijkt mij een begin van iets heel moois. Ja, dat klopt. Eigenlijk is het ook eigenlijk iets van een samenleving, hè, wat we hier ontwikkelen. Als je ook kijkt dat ontmoeten, dat we daar ook mee bezig zijn. Dus samen met wonen, dagbesteding, begeleiding, werk. Dat we eigenlijk zoeken naar van hoe kunnen we dit eigenlijk heel goed participeren in die samenleving. We hebben ook één keer op donderdagavond in de maand, hebben we dus eigenlijk samen met wonen, dat noemen we ook Top Vechtdal, hier ontmoeten. Dus dan hebben we spelletjes of we hebben de film of we hebben muziek. En dus
echt met elkaar samen die gezelligheid opzoeken. Daarnaast hebben we ook nog eigenlijk samen eten op woensdagavond. Elke woensdagavond hebben we ook hier samen eten. Er komen mensen die zich opgeven op maandagochtend en dat doen we samen met Hof van Dalsen. Nou, mooier kan het toch niet zijn dat we eigenlijk met elkaar samen dit gaan dragen. En dat is Topvechtdal. En met wonen bedoel jij de woonlocaties van Philadelphia in de gemeente Dalsen? Ja, precies. Het wonen is inderdaad, we hebben 3 locaties hier in de buurt. Nieuw-Leuzen zit een locatie. We hebben hier 2 locaties binnen Dalsen. En ja, goed, dat is mooi als je zo ook de verbinding hebt. En hoe kun je wat voor elkaar betekenen in het wonen, maar ook in de begeleiding, dagbesteding, werken. Dat maakt eigenlijk de brug. En heb je eigenlijk ook 24 uur... Ja, voor de cliënten wat je kunt bieden.